Maar daarna kwam er dus, en dat is dus waarmee ik maar wil aangeven dat we experimenteren, dat elkaar salaris bepalen was niet gek genoeg. Dus dan komt er ineens zo'n sentiments-app als pilot. En ja, daar kwamen we heel erg door in het nieuws, hè, internationaal zelfs. En daar kreeg ik dus ook interviews met mensen die zeiden, ja, hoe kan jij dat nou doen als baas? Dat is echt onverantwoordelijk en bla bla bla. Ik zei ook, ja, ik ben het er niet per se mee eens. Nou, dan zag je mensen altijd denken, ja, waarom? Ik zei, ik vind die sentiments-app, ik vind dat basisinkomen wat er staat, die vind ik persoonlijk al te laag. Er was toen een basisinkomen genoemd van €600 of zo. Dat vond ik echt helemaal belachelijk. Bovendien vind ik dat je het ondernemerschap te veel stimuleert bij je collega's. En ik vind het de vraag of dat wel moet kunnen. Dus ik had allemaal argumenten waarom ik het er niet mee eens was. En toen zeiden ze, ja, maar waarom is het er dan? Ik zei, nou ja, omdat de groep het bedacht heeft. En dat snapt het gros van de mensen nog steeds niet. Sorry, dat was mijn telefoon. Dat de groep dat bedacht heeft. Ja, ik hoef er ook niks van te vinden. En toen is die pilot die is gestart. En wie weet wat het over 1 jaar is of over 2 jaar. Maar dat het een achtbaan is hier. Ja, dat ik zelf ook continu verrast word. Ja. En dat is dan ook gelijk tip voor ieder ondernemer. Je wordt ook gewoon heel erg positief verrast als je dingen loslaat. Dus dat gaat dan even niet over salarissen, maar laat ik dat dan maar even zeggen. Toen wij begonnen 7 jaar geleden als webshopbouwer, had je van alles tegen mij kunnen zeggen. Maar dan had ik nooit geloofd als je zei dat wij IT, marketing en organisatiepsychologie zouden doen. Dat ik nu dit interview had met jou. Dat Lennart helemaal los is en als een magneet gaat als het gaat om kennis, expertise, artikelen en talks. En dat ik dat allemaal heb geleerd en daarin mee mag doen. Dat is het cadeautje wat het universum mij geeft voor het feit dat ik eigenlijk niks doe en loslaat. Nou, dat is toch helemaal goud. Weet je, welke ondernemer heeft daar geen zin in? Dus ik zou zeggen, jongens, ga lekker gaan. Ja, echt hoor. Alleen is het wel een hel om er te komen. Het is echt verschrikkelijk.